Welkom bij deze korte presentatie van de Denktank MDMA-beleid. Ik ben Gjaltjon Peters en ik heb de software ontwikkeld waar we onze analyses mee hebben uitgevoerd. Ik zal nu kort proberen uit te leggen hoe wij in ons proces hebben geprobeerd om de invloed van vooropgezette opvattingen, verwachtingen en vooroordelen zoveel mogelijk buiten beschouwing te laten, maar wel de expertise van alle experts zo goed mogelijk in te zetten. Van de, door, de, door een groep mensen in de UK. Wat zij hebben gedaan, is dat zij hebben gekeken naar de invloed van verschillende beleidsmodellen op uh, de gevolgen voor cannabisbeleid en alcoholbeleid. Ze begonnen dit proces met het definiëren van vier zogenaamde regulatory regimes, zoals prohibitie, decriminalisatie of state control, oftewel reguleren. Vervolgens hebben ze gekeken naar een aantal uitkomsten, waarvan je die wil optimaliseren. Uh, en hebben ze gescoord wat de invloed was van die vier beleidsmodellen op die uitkomsten. Dus bijvoorbeeld, wat is het effect van absolute prohibition, repressie, op de um, schade voor gebruikers? Of de invloed van reguleren op het verminderen van uh, misdaad? Of de invloed van decriminaliseren op de bescherming van um, mensenrechten? Een probleem hiervan is dat je, als je vooroordelen hebt of verwachtingen over welk model het beste gaat scoren, als je bijvoorbeeld denkt dat reguleren, state control het beste gaat scoren, of repressie, dat je dat mee kunt nemen, bewust of onbewust, in de scoring op die uitkomsten. Dat wilden wij voorkomen. We wilden gebruik maken van de expertise van de experts, zonder dat eventuele persoonlijke opvattingen en verwachtingen daarbij een rol speelden. Onze oplossing is dat we de effecten daarom niet schatten per beleidsmodel. Wat we hebben gedaan, is dat we hebben nagedacht over de knoppen waar een overheid eigenlijk aan kan draaien. Zo'n beleidsmodel bestaat eigenlijk uit een serie keuzes. Bijvoorbeeld of mDNA-bezit legaal is of illegaal. Of iedereen MDMA mag kopen, of dat er een leeftijdsgrens is. Of er klaar mag worden gemaakt. Hoe je omgaat als land met internationale verdragen. Of er een vergunning nodig is. Dat soort dingen. Elk van die vragen kan een overheid verschillende keuzes in maken. Wij hebben 22 van dat soort knoppen gedefinieerd. En in totaal hadden die 22 knoppen 95 standen. Het aantal standen per knop wisselde een beetje. In 95. We hebben ook 27 uitkomsten gedefinieerd, zoals gezondheid van gebruikers. Hoeveel mensen gebruiken. Georganiseerde misdaad, dat soort dingen. En vervolgens zijn we gaan kijken wat de effecten waren van al die standen van die knoppen. Dit is bijvoorbeeld de knop, het beleidsinstrument verkoop van, aan consumenten. En de standen van deze knop zijn dat de knop niet van toepassing is, omdat je ergens anders in een beleidsmodel keuzes hebt gemaakt waardoor er gewoon geen verkoop aan consumenten is. Um, of de verkoop aan consumenten is gereguleerd, zonder dat verder te specificeren. Of het is gewoon toegestaan, helemaal niet gereguleerd. Dus dan zou je MDMA bij de Albert Heijn kunnen kopen. Of je reguleert het analoog aan de Waardenwet of analoog aan de Geneesmiddelenwet. Dat zijn allemaal standen van de knop ver verkoop aan consumenten. En hier staan vier uitkomsten waar dat invloed op kan hebben. Dus je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld als je het um, gewoon. Toestaat verkoop dat dat effect heeft op de kleine misdaad of de georganiseerde misdaad, dat dat bijvoorbeeld afneemt, maar dat misschien andere georganiseerde misdaad daardoor toeneemt. De manier waarop we dit deden is dat de experts in zo'n groep eerst voor zichzelf bedachten wat zij dachten dat de effecten waren. Hier is een voorbeeld van een aantal positieve effecten in vergelijking met de status quo, die altijd de score 0 had. Vervolgens hebben die experts hun argumenten uitgewisseld waarom zij denken dat dat het effect zou zijn. Daar heeft de, de groep experts volgens een uh, score, een consensus score op gebaseerd. En die zijn ingevuld in de tabel. Deze tabel laat 24 schattingen zien. Maar wij hadden in totaal 95 standen, 95 beleidsopties en 27 uitkomsten. Dus we hebben ruim 2500 schattingen gegenereerd in totaal. Dat betekent eigenlijk dat de invloed van elke individuele schatting relatief klein is. Dus de totaalscores die we gaan krijgen straks zijn een totaalplaatje op basis van alle um, schattingen in het hele model. Vervolgens hebben de experts aangegeven hoe zeker ze waren over die uitkomsten. Als een expert bijvoorbeeld het idee heeft dat hun opvattingen niet goed gereflecteerd zijn in de uiteindelijke consensus die in de tabel is ingevuld, kunnen ze aangeven dat ze een lage confidence hebben in de uiteindelijke scores. Gelukkig bleek in ons geval dat de experts daar altijd wel vertrouwen in hadden. Hier is bijvoorbeeld zichtbaar wat het vertrouwen was van onze groep experts. Die uh, hebben ingeschat wat de effecten zou zijn. van de verschillende standen. van de knop of verkoop aan consumenten legaal is of niet. op de uitkomst misdaad. Dus hier is te zien dat deze experts ongeveer 75 scoorden. op een 100-punt-schaal. met betrekking tot hun vertrouwen. Nadat deze schattingen waren gedaan, is het objectieve deel eigenlijk klaar. Dan heb je de expertise van de experts ingezet. Je hebt die. Schattingen gegenereerd en dan kun je toe naar de subjectieve fase. Dus dan moet je de gewichten van die uitkomsten bepalen, is misdaad bijvoorbeeld belangrijker of gezondheid, en die beleidsmodellen definiëren. Hier is visueel gemaakt wat we voor gewichten we uiteindelijk bepaalden met de denktank. Dus iedereen heeft zelf de gewichten bepaald en daarna hebben wij die gemiddeld en iedereen kon zich daarin vinden. Hier is zichtbaar dat gezondheidsschade het hoogste gewicht had van 1. En bijvoorbeeld gezondheidswinst en sociale voordelen, die hadden ongeveer de helft van het gewicht daarvan. Ideologische waarden, dus of een bepaald beleid consistent is met liberale of conservatieve waarden, hebben wij als Denktank bewust op nul gezet. We wilden namelijk dat onze uitkomsten juist los stonden van mogelijke politieke of ideologische voorkeuren. Hier is ook zichtbaar dat bijvoorbeeld economische boycotts en het internationale imago van Nederland volgens de Denktank niet zo heel belangrijk waren. De denktank-experts vonden dat je daar niet zo sterk op moet sturen. Maar het kan natuurlijk zijn dat je er anders over denkt. En als je dit anders gaat wegen, je gaat het zwaarder wegen, dan kan het zijn dat de modellen iets anders gaan scoren. Daarna hebben we vier modellen gedefinieerd. De status quo in Nederland hadden we impliciet gedefinieerd. Dat was immers een score van 0 op alles, dat was de referentie. En verder hebben we het coffee shop-model gedefinieerd. Hoe, je dus, hoe het zou gaan als je een soort van MDMA-coffee shop in zou richten. Het wietproefmodel. Dus de koffieshop met een goed geregelde achterdeur, een repressiemodel en een vrije marktmodel. Hier stopten eigenlijk de handelingen van mensen. En daarna ging de computer rekenen en kwam eruit um, wat eigenlijk het beste model was met de hoogst haalbare totaalscore en het slechtste model. Omdat er 27 uitkomsten waren, is het zo dat elke stand van elke knop op sommige uitkomsten positief scoort en op sommige negatief. Dus je kunt geen model hebben wat overal perfect scoort. Maar je kunt natuurlijk wel kijken wat per instrument de beste stand van de knop is, de beste optie. En als je die dan allemaal combineert, heb je het beste model. Dat kan natuurlijk een inconsistent model zijn. En daar kunnen dingen in zitten die helemaal niet haalbaar zijn in de Nederlandse situatie. Maar het zou wel het model zijn met de hoogste scores volgens alle schattingen. Wij hebben dat beste model gepakt en een beetje aangepast naar het X-shop model. Door zes dingen te veranderen, bijvoorbeeld door een minimumleeftijd te introduceren. Dit zijn de uitkomsten die eruit kwamen. Maar de vraag is dan: hoe stabiel zijn die uitkomsten? Maakt het heel erg uit wat voor gewichten je precies bepaalt? Daar hebben we ook naar gekeken. Dus we hebben uh, sensitiviteitsanalyses gedaan. Dat betekent dat je allemaal dingen gaat variëren om te kijken hoe stabiel die scores eigenlijk zijn. Het eerste wat we hebben gedaan is dat we de gewichten van de individuele experts hebben gepakt en hebben toegepast. Daar komt dit uit: de verschillende lijnen representeren de verschillende modellen. Um, en op de. X-as staan de verschillende experts en daar zie je eigenlijk dat hoe je welke wegingen je ook pakt, de modellen die hoog scoren blijven hoog scoren en de modellen die laag scoren blijven laag scoren. We hebben dit plotje omdat je soms het verschil niet zo goed kunt zien tussen sommige modellen. Ook op een andere manier weergegeven dat je gewoon kijkt wat is het beste model en wat is het slechtste model en daar zie je dat soms modellen een beetje van positie wisselen. Um, dus bijvoorbeeld het repressiemodel en het vrije wachtmodel die wisselen soms tussen de ene laatste en de tweede laatste plek. Maar over het algemeen blijven de bestscorende modellen het best scoren en de laagstscorende modellen blijven het laagst scoren. We hebben ook gekeken naar wat er gebeurt als je de schattingen waar de Denktank het minst vertrouwen in had, als je die allemaal op 0 zet. Dat je die dus eigenlijk weghaalt uit het hele model. Je ziet hier dus ook dat naarmate je dat met meer scores doet, dat uiteindelijk de scores van alle modellen naar 0 gaan. Maar je ziet ook dat je hetzelfde patroon ziet als net. De hoogstscorende modellen blijven het hoogst scoren. En de laagst scorende modellen blijven het laagst scoren. Dit zijn dus de uitkomsten die er uiteindelijk uitkwamen, en dat betekent dat we hier dus uitkomsten hebben waarbij we de expertise van de brede groep experts die we hebben gebruikt in de Denk Tank, dat die hier goed in is gerepresenteerd. We weten dat de experts vertrouwen hadden in die schattingen, want de confidence schattingen waren allemaal redelijk hoog, um, en we weten dat als je varieert in gewicht en varieert in andere dingen, dat deze uitkomsten dan stabiel blijven. De scores veranderen een beetje, maar het X-shop-model scoort bijvoorbeeld altijd beter dan het vrije marktmodel of het repressiemodel. En die blijven ook beter scoren. Het X-shop-model en het cannabis-, uh, het coffeeshop-model, die blijven ook beter scoren dan de huidige situatie. Al onze uitkomsten zijn uh, toegankelijk, die zijn allemaal gratis beschikbaar op mdma-beleid.nl En daar hebben we ook een app waar je zelf je eigen scenario kunt definiëren. En waar je de gewichten kunt veranderen om te kijken wat er dan uitkomt.